Jan Tinnemans van Tinnemans Floating Solutions. Wij zijn een scheepsreparatiebedrijf al meer dan 85 jaar lang. Ik ben zelf de derde generatie. We hebben in de tussentijd geïnvesteerd in mooie hallen. En daar zijn we techniek gaan doen, draaien, frezen, ankerlieren bouwen. We bouwen aluminium bootjes, we doen volledige constructiewerken. De samenwerking in het Keyport regio met diverse bedrijven uit de sector die dan samenwerken. En dan maken we prachtige turnkey projecten. We zijn hier bij Tin Silver, onze aluminium afdeling. Hier bouwen we de custom build bootjes. Een mooi voorbeeld is deze reddingsbrigadeboot. Die hebben we zelf ontwikkeld met een zogenaamde multideur in de zij. Ik zal even een demonstratie geven. Zo is de boot in originele toestand. De deur open, zwemtrap naar beneden. En je kunt mensen redden, je kunt makkelijk te water. Een heel mooi conceptje. En in de scheepsbouw worden alle materialen gebruikt. Staal, RVS, aluminium. In deze hal zie je de plaatbewerking, de cascobouw. Daarna wordt in dat schip het interieur gemaakt, de plafondswanden en dan het hele meubelwerk. De meubels worden ook in eigen huis gemaakt. Bij ons ben je betrokken bij het product van het begin tot het einde. En je ziet het eindproduct ook volledig wegvaren. Nou, hier zien jullie onze laatste nieuwe trots. Een compleet gebouwde duwboot hier op ons bedrijf in samenwerking met bedrijven uit de regio. En dan hebben we het over het complete cascobouw, motoren inbouw, techniek, stuurwerk, schroefassen, straalbuizen, de woning, het timmerwerk, interieurwerk, elektra, sanitair en uiteindelijk schilderwerken en stofferingen. De Tuinhuis is een multifunctionele duwboot, ook geschikt om te slepen. Maar de focus ligt op duwen. En helemaal custom-made gemaakt naar onze wensen.